Ze moeten gewoon verdwijnen en een verkeersluw gebied maken, een fietspad. En dan zonder auto's, dat lijkt me veel beter. Hij weet er niets meer van, maar het was een enorme klap. De 71-jarige Albert Lamper uit Kortenhoef was afgelopen zondag met een vriendengroep aan het wielrennen toen hij over de nieuwe verkeersdrempel in de Almeerse havenkom reed en ten val kwam. Nou, ik weet dat we vanaf de dijk kwamen en Almere in, of de haven inreden en dat ik wat wilde drinken. En daarna weet ik het niet meer. Dan ben ik op zo'n witte drempel geklapt, wat ik gehoord heb. Albert komt op zijn gezicht terecht en de schrik bij zijn wielervrienden is groot. Aanvankelijk lijkt hij er zo ernstig aan toe dat de traumahelikopter wordt ingevlogen. Uiteindelijk belandt Albert in het ziekenhuis met verschillende verwondingen. Tanden los, heup en overal schaafwonden, heup gekneusd. Albert Lamper was die zondag niet de enige fietser die gewond raakte door de nieuwe verkeersdrempels. Ik was de eerste die binnen is gebracht en niet de laatste. Er zijn er nog 3 of 4 na mij gekomen en nog ernstiger aan toe. En hoeveel weet u dan dat er nu in totaal al over die drempels zijn gevallen? 22. Naast zijn verwondingen liep Albert Lamper ook materiële schade op, waaronder zijn fiets, helm, kleding, schoenen en tandartskosten. U heeft ook contact gehad met de gemeente Almere. Wat hebben die gezegd? Ja, die hebben me alleen doorverwezen aan de manager van de haven, maar daar ben ik ook niet veel wijzer van. Die deed alleen excuus namens de horeca, maar daar schiet ik ook niet veel mee op. En wat wilt u eigenlijk dan dat er nu gebeurt naar aanleiding van uw ongeluk? Nou, ik vind wel dat er schadevergoeding moet komen. Dus u heeft daar ook contact al mee? Wat heeft u daarvoor gedaan? Ik heb een mevrouw van de VVD aangeschreven. Deze partij liet eerder, naar aanleiding van de vele valpartijen, weten dat de sluiskade in Almere Haven moet worden afgesloten. Bent u ervan geschrokken? Heel erg geschrokken, op mijn 71ste.